Er is natuurlijk een enorme perverse prikkel ontstaan doordat die buitenlandse studenten veel geld in het laadje brengen. Die universiteiten zijn elkaar als een malle gaan concurreren om internationale studenten binnen te halen. En dat is goed gelukt, maar hoe kan je dat nog beter doen? Door de verengelsing. Bijna alle studies worden alleen nog maar in het Engels aangeboden. Het is hun moedertaal niet. Het is veel lastiger om tot een verdieping te komen van je eigen gedachtenontwikkeling en zo, dan dat je dat in je eigen taal doet. Hoe komen studenten nou nog aan de kamer? Nou, niet. De woningnood is sowieso al gierend uit de klauw gelopen natuurlijk. Daar komen al die buitenlandse studenten nog eens bij. En onze Nederlandse kinderen, onze Nederlandse studenten moeten dus concurreren. Niet alleen op die woningmarkt, maar ook op de fixe studies. Hè, de studies waar maar een bepaald aantal plekken beschikbaar is. Ja, daarin moeten onze Nederlandse studenten net zo hard knokken om een plek te bemachtigen als die buitenlandse studenten. Maar ja, dat wordt wel alsmaar moeilijker. Uiteindelijk zijn universiteiten toch een nutsvoorziening, denk ik, voor onze eigen kinderen, voor onze eigen studenten eerst. Onderwijs is ontzettend duur, er gaat heel veel geld naar het academisch onderwijs. Dat wordt allemaal bijeengesprokkeld door Nederlandse belastingplichtigen. Door Nederlandse ouders. Dus waarom zouden die niet meer zeggenschap hebben, niet meer voorrechten krijgen om hun eigen kinderen te laten studeren? Ik vind daar niks mis mee.